Mensen van harte welkom, alle aanwezigen. Ik wil graag beginnen met het zingen van het volkslied. God zij met ons, Suriname, hij verheft ons heerlijk land. Heri libi te na dehere, visa feti disranang. De Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede doet een dringend beroep op de regering Santokki Brunswijk om nu te komen met een pakket aan maatregelen om onze landgenoten te helpen. Die moeten rondkomen van een salaris van 1000 SRD per maand, soms minder, soms iets meer. Daarom wordt het ook de hoogste tijd en is het dringend noodzakelijk dat er voor alle duidelijkheid een minimumloon wordt vastgesteld. De prijzen vliegen echt oncontroleerbaar de pan uit. We wachten op een goed functionerende controlegroep van het ministerie, wat ik nog altijd noem van economische zaken, aangevuld met ambtenaren die zonder stoel en tafel de ministeries bevolken. Wereldwijd zijn er allerlei manieren bedacht hoe je mensen het best en het snelst kunt bereiken en kunt helpen. Suriname hoeft dat niet zelf uit te vinden. De minst draagkrachtigen verdienen nu de hoogste prioriteit. Regering Santokki Brunswijk, we kijken uit naar een duidelijk beleid en een goede en duidelijke communicatie met heel veel uitleg en herhalingen via de televisie en de radiostations in alle talen van ons geliefd land Suriname. We moeten de hele bevolking kunnen bereiken om de mensen te laten begrijpen waarom we in deze situatie zitten en hoe we hieruit moeten komen. U bent vandaag ook hier. Ik zie twee dames. Wie zijn jullie precies? Mijn naam is Sherida Lobrecht. Ik ben van de vereniging Julan Kondre, dat staat voor Overtoom, van de plantage Overtoom op Para. En u? En ik ben mevrouw Peuperhaat. Ik ben van de Stichting Lila. Het is een werkarm van de vereniging Julan Kondre. En we komen als medeleving betuigen aan de nabestaanden. Waarom is het belangrijk voor deze stichting om hier aanwezig vertegenwoordigd te zijn? Nou, wij hebben ook te maken met het verleden, om het zo te zeggen. En alles wat in het verleden misgegaan is, proberen we in het heden eigenlijk beter te doen of te filteren. Hoe lang zijn jullie al bezig? De stichting is als eerste begonnen. In feite is mevrouw Peuperhaat al langer dan 10 jaar bezig. En officieel zijn we, ondanks de COVID-tijd, dit jaar wettelijk erkend en officieel bezig. Vanuit uw plantage, u praat over Overtoom. Bent u tevreden of zegt u dat er zaken anders kunnen als we kijken vanuit het perspectief van mensenrechten? Het kan zeker beter. Op dit moment wordt onze plantage gezien als een, in de Surinaamse termen, brokken per nasi. Je hoort vaak als je hulp vraagt, nee, we bemoeien niet met Overtoom. Het is dus eigenlijk een losgelaten gebied binnen Suriname, terwijl Para heel belangrijk is. Iedereen komt op zanderij aan, je komt niet om Para heen. En dan hebben wij zelf gezegd, nee, dat is genoeg. Ordening, handhaving, rust, alles in ere herstellen, daar staan wij voor. Met onze nazaten en sympathisanten en belangstellenden. Heeft u nog tot slot een boodschap ten aanzien van deze dag? Laten we het een dag van bezinning maken. En ik hoop dat de mensen thuis ook een minuut stilte in acht nemen voor dit alles.